Hey Ojen, kan jij ons vertellen wat het begrip diffusie inhoudt? Diffusie? Ja. Geen idee. Hey Wouter, hey, een vraagje. Weet jij wat diffusie inhoudt? Diffusie? Ja, diffusie. Diffusie? Ja. Dat is toch dat twee dingen smelt of zo? Ja, zo ongeveer, ja. Ik ben ons weer. Vandaag gaan we jullie duidelijk maken wat het proces diffusie precies is en waarom het zo'n belangrijk proces is in de biologie. Laten we beginnen met de definitie. Diffusie is een proces waarbij moleculen zich willekeurig verspreiden in gasvormig of vloeibaar medium. Deze willekeurige bewegingen komen omdat de moleculen een bepaalde bewegingsenergie bevatten. Deze bewegingsenergie wordt ook wel kinetische energie genoemd. Laten we eens even kijken of we dit misschien in een klein verhaaltje kunnen samenvatten. Neem nu dit bekerglas. Eén druppeltje blauwe vloeistof en zie, de verspreiding vindt automatisch plaats. Laatst zaten we hier in het lokaal, bij biologie. En Jaap, die zat hier helemaal links achterin. En hij liet een zachte scheet. Nou, je kunt je misschien wel voorstellen wat er toen gebeurde. Maar om het nog even duidelijk te maken voor jullie, hebben we een korte animatie gemaakt. Stel je voor, Jaap heeft flinke bonen gegeten en laat al zittend in het lokaal een zachte scheet. Zijn directe buurman, Kees, begint na 5 seconden te fluisteren dat het stinkt. Wat stinkt het hier? Alissa zit een rij voor Jaap en begint na 10 seconden te piepen. Het stinkt hier, bah! Zo gaat de geur langzaam de hele klas door. Vlak bij de deur zit Tom. Na 2 minuten ruikt Tom ook wat, maar lang niet zo'n sterke geur als Alissa. Hé, ik ruik ook wel iets smerigs. Zoals je nu begrijpt, gaat de verspreiding van de moleculen vanzelf, maar kost het wel tijd voordat ze een bepaalde afstand hebben afgelegd. De verspreiding vindt plaats van een hoge concentratie naar een lage concentratie. Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn om te begrijpen. Ook in je lichaam vindt de diffusie plaats. Zo worden bijvoorbeeld in de longen gassen uitgewisseld. Dat komt doordat de gassen door de dunne membraan in de kleine longblaasjes diffunderen. En wat dacht je van de darmen? Ook daar vindt veel diffusie plaats, van bijvoorbeeld suikermoleculen. Van een hoge concentratie in de darm naar een lage concentratie in het bloed. Wat er bij alle diffusieprocessen erg opvalt, is dat de oppervlakte waarin de diffusie plaatsvindt erg groot moet zijn. Zo gaat het veel makkelijker. Wist je dat alle longblaasjes in je lichaam samen een oppervlakte hebben van een half voetbalveld? En wat dacht je van de enorme oppervlakte van al je darmplooien en darmvlokken? Het is allemaal gigantisch! Mooi hè, de natuur?